Van de BTG, zoals jullie kunnen zien, op een coronaproof tafel. Mijn naam is Danny Friedman, samen met Jan-Willem Wesseling, en die komt nu even in beeld. Gaan wij jullie het komende uur inhoudelijk en procesmatig door deze sessie leiden. Is eigenlijk opgebouwd uit een tweetal elementen. We gaan zo meteen kijken naar een ondertekening nadat ik het woord heb gegeven aan Peter Klaassen. Van de ondertekening tussen een samenwerking tussen de BTG en de Future City Foundation. Vervolgens zullen Peter Klaassen en Jan-Willem Wesseling stilstaan bij wat inhoudelijke aandachtspunten, ook vanuit de beide organisaties, aangevuld door Yvonne Kemmerling en Erik Rijn. En in het tweede gedeelte hebben wij Frans Jorna bereid gevonden, directeur Digitale Stad Almere, om live in te bellen, ik vermoed van zijn huislocatie, om iets te vertellen over de complexiteit van governance in steden. Vragen kunnen gesteld worden, en dat zal zeker live mogen, maar niet live als in met spraak. Jan-Willem houdt vandaag de chat in de gaten. En als er urgente vragen zijn, dan zal Jan-Willem die voorleggen en zullen wij die samen adresseren, Jan-Willem. Dank je wel. Dus, goed plan. Ja. Heel veel plezier, dat hebben wij in ieder geval wel. In woorden, het is wat warm. Vandaar ook even dat mijn hoofd wat bezweet is dan normaal. Maar ik geef snel het woord aan Peter Klaassen. Peter. Ja, dankjewel. Goedemiddag allemaal. Welkom ook namens de BTG. We zitten hier fysiek bij elkaar, wel op 1,5 meter afstand, wat Danny ook aangeeft. Frans Jorna, directeur van de digitale stad Almere, hij belt zo meteen in. En ik wens jullie een hele mooie meeting en straks kom ik nog even bij jullie terug. Dank jullie wel. Dank je wel, Petra. Erik en Yvonne. Voor degenen die jullie niet kennen, Erik, ik begin even bij jou. Ja. Zou je je kort even kunnen voorstellen aan de gasten in het webinar? Ja, natuurlijk. Mijn naam is Erik Rijk, ik ben voorzitter van de BTG. De BTG is een onafhankelijke IT-brancheorganisatie met ruim 200 leden. In de grootzakelijke markt, zowel uit het publieke als private domein. Naast het organiseren van bijeenkomsten en evenementen behartigen wij ook de belangen van onze leden, uiteraard in Den Haag. Daarnaast hebben we een aantal werkgroepen, waaronder 5G, Smart Society, waar ook Smart Cities onder hangt, Smart Industry. Maar we hebben ook een werkgroep over indoor coverage, over de Internet of Things, circulaire economie en mission critical en business critical. Ja. Fijn, Erik. Fijn dat je er ook bent. Ja. Dankjewel. Drukke tijd ook vanuit je baan vanuit Rotterdam. Dus fijn dat je er bent. Yvonne Kemmerling, voorzitter van de Future City Foundation. Voor degenen die jou niet kennen, dat zijn er maar weinig. Yvonne, zou je kort iets over jouzelf kunnen vertellen? Ja. Nou, je hebt me al geïntroduceerd als voorzitter van de Future City Foundation. Dat is mijn belangrijkste activiteit ook hier. Maar mijn achtergrond is bestuurder in het openbaar bestuur. En vanuit die insteek draag ik ook bij aan ingewikkelde wereld waar we in ons begeven. En zeker ook de uitdaging waar bestuurders daarin voor staan. Future City Foundation houdt zich vooral bezig met diverse geledingen, de movement of communities noemen wij onszelf, die zich bezighouden met digitalisering en technologisering. En in tegenstelling tot jullie houden wij ons heel erg bezig met vooral de kant van het openbaar bestuur en de gemeentes, de regio's, de provincies. Wat hebben mensen die daar wonen daarmee te maken? Ja. En dan vooral gericht op de openbare ruimte. Ja. Ook wij zijn bezig met het onderzoeken van via projecten van de uitdagingen die daar aan de orde zijn. En heel veel meer informatie daarover kan je vinden op onze website. We hebben hele interessante projecten. Jan-Willem gaat er zeker iets over vertellen, ook over de city deals vermoed ik. Kort. Ja. 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 En wat ik interessant vind aan de samenwerking die we tegemoet gaan samen, is dat ik denk dat we elkaar heel erg kunnen aanvullen. Ja. Vanuit de diverse expertise die we hebben. Jullie vanuit de ondernemerskant en wij vooral vanuit de kant van de beleving van de mensen die zich in die wereld begeven, die daar wonen, leven en werken. Ja. Zien we daar nu ook, hè? Als ik even kijk naar de kern van de samenwerking tussen de BTG en de Future City Foundation, de BTG een brug gebouwen tussen vraag en aanbod in deze wereld, met name ook gericht, zoals Erik zei, op het bevorderen van eigenlijk digitale innovatie in steden, Erik. Yvonne, jij vanuit de bestuurderkant, waarom is het zo van belang dat die twee werelden met elkaar samenwerken? Nou, wat belangrijk is, is dat de werelden elkaar om te beginnen leren kennen. Mm-hmm. Eigenlijk is het tot nu toe vaak zo geweest dat er twee gescheiden werelden waren. En we hebben ontdekt dat we elkaar hard nodig hebben. Dat. We moeten elkaars behoeften leren kennen en moeten elkaars taal gaan leren spreken.
En wij willen het platform zijn waarin dat proces zich voltrekt. Ja. En vanuit de behoeften die wij laten aandragen door de personen die zich in die wereld begeven. Dus wij gaan niet bedenken wat die behoefte is. We laten die werelden aangeven wat hebben wij nou nodig. En door ze met elkaar in gesprek te laten gaan, kan het aanbod daarop ook afgestemd worden. Er ontstaat toch een heel ander dialoog. Erik, ja, ik denk dat BTG daar een hele mooie bijdrage aan. Ariane, kan jij even het schermdelen uitzetten? Dat vragen mensen in de chat. Ja. Dat we elkaar gewoon goed kunnen zien. Dat ze ons ook kunnen zien. Ja, ja, mooi. Oké, okay. Dan even herhalen wat ik zei, Danny. Ik denk dat de BTG daar een hele mooie aanvulling is op hetgeen wat jij zei. Fijn. Volgens mij is het dan ook het formeel moment dat we vandaag ook zouden tekenen. Kunnen wij coronaproof de samenwerking tekenen? Zou dat kunnen? Ja? Zullen we dat doen? Ja, ja, een afwijking van normaal. Wij zouden anders gezellig naar elkaar gezeten hebben. Dat, had ik ook dat gaat helaas gedaan. Niet. Nee. Zitten we nu met de afstand tegenover elkaar. Maar de intentie blijft hetzelfde. Ja. We zijn ook niet te verstaan, begrijp ik. Oh. Klopt dat? Kunnen mensen ons niet verstaan? Prima te verstaan. Oh, oké. Dan kan niet iedereen ons verstaan, maar dan ligt het niet aan ons. Schrijven gaat vergrijpen. Ja, zonder geluid. Ja. Maar dat gaat dan nu ook echt gebeuren. Vandaag in Van Mooi met woensdag 27 mei in Woerden. Hopstakee. In Amersfoort hebben we een verbinding tussen twee prachtige organisaties. Waar we nog veel van gaan horen de komende tijd. Alsjeblieft. Terwijl Yvonne en Erik de contracten ondertekenen, ga ik stiekem een beetje aan naar het volgende onderwerp. Want Petra gaat jullie even meenemen in met name de verbijzondering en ook de type oplossingen. Dankjewel. Die de BTG heeft ontwikkeld samen met een aantal belangrijke solution partners de afgelopen jaren. En daar geef ik even Petra het woord. Ja. Helaas, Jan-Willem, wordt het scherm weer even gedeeld door Petra. Dat is in ieder geval, dat lijkt me prima, want we kunnen de slides niet zien. Precies. Ik geef even het woord aan Petra Klaassen. Ja, dankjewel Danny. Nou, gefeliciteerd met, onze samenwerking. Ik ben er ontzettend blij mee. We hebben ons er hard voor ingezet en we gaan er een mooie samenwerking van maken. Wat relevant is voor iedereen en vooral ook in de steden natuurlijk. Zoals ze al eerder aangegeven, BTG verbindt op vraagbundeling en ook op basis van de inhoud. Erik gaf al aan dat wij binnen onze expertise hebben ook expertgroepen. Een belangrijke expertgroep die hier ook aanwezig is in deze call, in deze webinar, is de expertgroep van Smart City. In de expertgroep van Smart City zitten een aantal partners, zoals bijvoorbeeld Comscope, Alcatel-Lucent, SPI, Nokia, Axis, Cellnex en Dell gaan daar nog op aansluiten. En wat doen deze partners? Zij verbinden op de vraag vanuit de markt. Zij verbinden ook op de vraag vanuit de gemeentes. Kijken ook naar de sociale aspecten in de gemeente. En wij noemen deze partners solution partners, omdat ze gewoon de oplossingen bieden. Ze verbinden ook in het kader van marktimperfecties. Wij constateren dat. De gebruiker die constateert de marktimperfectie en de solution partners lossen dat op. Zij verbinden ook op security en safety. Jullie kunnen de sheet zullen we ook delen. Daar kunnen jullie ook daar kennis van maken. En wat wij hebben bedacht om dus ook niet alleen dit een theoretisch model te laten zijn, gaan we dat ook verder uitrollen op steden. En jullie kunnen dus ook duidelijk zien dat we een stack hebben ontwikkeld, een smart city stack met verticals en horizontals. En we beginnen in een stuk gelaagdheid, want eigenlijk kun je de opbouw zien in een stuk gelaagdheid. We hebben use cases, we hebben local services en we verbinden dan ook op een ecosysteem. Dus met de application layers, business layer, data layers en network connectivity layer en sensing layers. En waarom noem ik dit allemaal? Omdat dit allemaal thema's zijn die voortkomen of die tevoorschijn komen of waar je in een stad mee te maken hebt om een stad meer sustainable te maken. En dit alles is ook gebaseerd op de SDG's, op de uitgangspunten van de SDG's. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met datgene wat er ook al is. En wij beginnen ook, Almere komt zo meteen aan het woord, dat is Frans Jorna, directeur Digitale Stad Almere. En we hebben eigenlijk tot en met het einde van dit jaar, samen met de genoemde organisaties die ik net heb genoemd, zit er personen achter, hebben wij een roadshow uitgerold. Het zal weliswaar meer een digitale roadshow worden dan een fysieke roadshow langs een aantal steden waarin wij deze boodschap gaan samenbrengen.
En wij zullen dat uiteraard ook doen met verenigde krachten vanuit, vanuit dat prachtige papier wat net ook getekend is. Het mooie contract zullen we dat ook gezamenlijk oppakken met de Future City Foundation in combinatie met de BTG en de expertgroep voor Smart Sustainable Cities. Ja. Deze stack gaan we ook delen. Het is heel uniek dat we deze hebben. Wij gaan ook, de vraag vanuit steden is ook gekomen bij de BTG, want we werken vraaggestuurd. Help ons nou om dit samen te ontwikkelen. En dan zijn wij zo blij dat wij die solution partners aan boord hebben, die dus die oplossingen kunnen brengen waar die steden op zitten te wachten. Juist in deze tijd van corona, waar de aandacht toch uitgaat meer naar de sociale aspecten van de samenleving, is het ook heel goed om te kijken, als je naar deze stack kijkt, kun je er gewoon pinpointen, kun je daar elementen uithalen die je dus nu ook kunt gebruiken. Het is dus een heel sustainable vehicle en dat willen we gezamenlijk gaan uitrollen. En dat doen we niet alleen, maar dat vooral ook vanuit de triple helix gedachte. En weet ook allemaal dat wij hier heel driftig in gesteund worden door EZK, dus Economische Zaken en Klimaat. Die staan 100% achter onze deelname ook in deze hele procesgang. En ik ben bijzonder trots vanuit de BTG dat wij zulke sterke partners hebben binnen de BTG die dit ook mogelijk maken. Ja. Ik denk een heel actueel aanbod in de afgelopen weken waar jij nadrukkelijk ook met de solution partners over gehad, dus de crowd control Petra. Ja. Dat je heel duidelijk ziet en het is heel erg leuk, daar gaan we het zeker nog in de komende periode veel over hebben, Yvonne en Jan-Willem. Het is dat de partners onderdeel zijn van deze groep, ook nadrukkelijk in het maatschappelijk domein zich hebben begeven om na te denken over hoe kunnen wij in een post-corona tijdperk oplossingen bieden die de steden daadwerkelijk kunnen bieden. Dus daar komt ook nog een vervolg op. Ja, er komt een vervolg, maar juist ook in deze tijd. En we zien ook het kader van het toch de brandstichting bij de zetmasten en dergelijke. En zijn we nu ook aan kijken met onze partners. We hebben partners die crowd control kunnen doen, die ook dat kunnen monitoren om daar heel snel een stuk business te ontwikkelen. En niet zozeer om daar euro's aan te verdienen, maar vooral om de steden te helpen om meer veilig te zijn. Ook voor de bewoners veel meer veiligheid en dergelijke. Ja. Dus dat, fijn. Ja. En deze sheets worden nagestuurd. Dus voor degene die luistert en geen tijd heeft om foto's te maken van het scherm. Wij samen met Jan-Willem Yvonne zullen wij zorgen dat deze sheets worden nagestuurd. Ja, dankjewel Peter voor je bijdrage. Dank je. Ik kijk heel even naar Jan-Willem, want volgens mij zitten we goed in de tijd. Ik zag nog geen, er werd geen pen naar me gegooid. Ik zag geen boze blikken. Zijn er nog vragen gekomen? Ik zag hem, in mijn ooghoek zag ik wat. Er zijn vooral even mensen die aan het delen zijn wie ze zijn. Okay, en dat is heel leuk, want dan kunnen mensen ook met elkaar contacten. Ja. Dus ik zie heel veel LinkedIn adressen voorbij floepsen. Ja. En ik zie dat iedereen het ook heel goed verstaat. Oké, dat is goed. En daar gaat het toch om, hè, dat we elkaar verstaan. Ja, exact. Ja. Jan-Willem, wil jij het stokje overnemen van Peter? Ja, zal ik mijn verhaal gaan vertellen? Goed. Of ik hem goed heb te staan. Ja. Even. Het scherm delen. Hoe moet dat ook alweer? Kijk maar een beetje naar het scherm. Goed. Kunnen jullie het allemaal zien? Kunnen jullie het allemaal zien en horen? Ik zie mensen knikken. Ik zie Stefko ook knikken volgens mij. Nee, met zijn wenkbrauw. Dus dat is voldoende voor mij. Perfect. Dan ga ik kort vertellen wat wij doen en ook hoe wij tegen de wereld aankijken. En dit is de samenvatting van het verhaal en ook de vraag waar we eigenlijk de hele tijd mee bezig zijn. Als we zitten in een industriële revolutie en als alles verandert, hoe verandert dan de stad? En ik zal een beetje in de camera kijken, dan kunt u ook ondertussen mij zien. Dit ben ik, Jan-Willem Westerlink. Ben hier namens de Future City Foundation. En mochten jullie mij willen connecten, dan moet je nu heel snel deze QR-code scannen. Hij stond ook in de chat, dus daar kan je ook komen. En we zijn, zoals Yvonne al zei, Movement of Communities. En dat betekent dat we rond bepaalde thema's op het gebied van digitalisering en technologisering een groepen mensen verzamelen. En die groepen mensen die werken samen aan deelthema's. En dat doen wij vanuit de Fireware-beweging. We zijn een Fireware iHub. En Fireware is een Europees initiatief om te komen tot een democratisch internet. Dit zijn onze partners. Daar staan jullie ook tussen. Het wordt allemaal steeds kleiner, die logo's, omdat we steeds meer partijen connected hebben. En we zijn dus bezig met deze vraag, hoe veranderen steden, dorpen en regio's? Dat hebben we onderzocht met een heleboel partijen.
En we kwamen hierop uit, deze vier principes, en die ga ik nu verder uitwerken. En de vraag daarbij is, is dit nou een belangrijk onderwerp? En ja, want als internet alles verandert, hoe verandert dan de stad? En ik vond dit grafiekje een tijdje geleden online. En hier zie je hoe de muziekindustrie de afgelopen 20 jaar is veranderd. En vooral hoe het businessmodel is veranderd. En de vraag is dan, als je dit doorvertaalt naar de stad, wat zie je dan? En dan zie je dat dit balkje, dat waren de cd's die gebakken werden. En je ziet dat die taken verdwijnen, maar je ziet er ook dat er nieuwe leveranciers komen. Ik heb hier zelf, ik zie nu twee schermen, top. Je ziet dat er een nieuw aanbod is die een nieuwe vraag creëert. Dus als je bij een overheid werkt, maar ook in het bedrijfsleven, ook als je volledig digibet in je leven wil blijven, dan moet je toch omdat de wereld om je heen verandert. En dat vertelt dit verhaaltje eigenlijk. Het is urgent omdat het zo groot is dat je het niet kan negeren en dat je altijd in je werk daarmee te maken krijgt. Dat is wel de essentie van de industriële revolutie. Dus dit is een niet te vermijden verandering. Ook als je het niet wil, raakt het je. En er ontstaat nog extra urgentie door de tijd waarin we leven. Er zijn heel veel mensen die nadenken over digitaal crowd management. De privacy discussie is en alles zijn hevigheid ontbrand, ook daardoor. Thuis is het nieuwe kantoor geworden. Dus opeens leren we ook thuis werken. We komen hopelijk niet, maar misschien wel in een laagconjunctuur. En die vraagt om betere beslissingen. En daarbij is datamanagement heel erg belangrijk. En we zijn het ook ons meer dan ooit bewust hoe digitalisering is. Zo is het door het thuiswerken. We komen in een andere samenleving. Daarbij is een belangrijke disclaimer. Dat het heel moeilijk is om dat te zien, omdat we allemaal, en jij natuurlijk niet Petra, maar wij zijn natuurlijk allemaal heel oud. En het is wel leuk om zo'n grapje weer eens in real time te kunnen maken. Dat er andere mensen op reageren, is ook alweer eens fijn. Krijg je nou ook chat binnen? Ik heb dit echt gemist. Dus je ziet dat er een generatiekloof is in de mensen, zeg maar, die in deze eeuw geboren zijn, die zijn echt in een andere tijd geboren dan wij. En een ander ding is dat de toekomst zich heel moeilijk laat voorspellen. En tegelijkertijd zie je dat in dit plaatje dat het ook wel weer te doen is, alleen de kleren zijn heel anders. Nou, waar gaat het dan om bij smart volgens ons? Dat gaat erom dat er zoals een elektriciteitslaag onder de stad werd gelegd en nu een datalaag over de stad komt. En die datalaag, dat weten de mensen van jullie, uit jullie stichting ja. Natuurlijk veel beter dan ik dat kan uitleggen. Maar dit vat dat denk ik heel erg mooi samen. Ja. En daar hebben we allemaal masten en spullen voor nodig. Ja. Dat straalt inderdaad ook, maar dat schijnt allemaal niet gevaarlijk te zijn. Althans, de rechter zegt ook dat dat allemaal prima te doen is. Ja. Dit is ook een belangrijke, want veel mensen praten over algoritmes zonder dat ze weten wat het is. En hebben daar allerlei enge ideeën bij. En uiteindelijk, en algoritmes zijn ondertussen net zo belangrijk als begrijpen wat asfalt is, zeg maar. Of wat een boom is. En het is belangrijk om te beseffen, vooral bij dit, is dat we dit maken met elkaar. Dus dat we zelf bedenken wat er gebeurt. En dat we het dus ook zelf anders kunnen bedenken. We zijn altijd online, dat snappen jullie wel. Dan naar het belangrijkste stuk, want daar zijn wij van, Yvonne zei dat al, wij zijn van de steden. En wij vinden dat steden en dorpen inclusief veilig, veerkrachtig, duurzaam en democratisch in oog moeten zijn. En de stad is dan een verzameling mensen voor mij. Dat is ook het fijne dat we hier weer bij elkaar zijn. Dat is meer, dat geeft toch een andere beleving dan als je elkaar niet ziet. Ja. En voor mij is dit de stad. Mensen die het naar de zin hebben bij elkaar. En dan moeten ze wat meer afstand houden voor het taal, maar dan hebben ze nog steeds naar de zin. Dat is de essentie. En we willen inderdaad dat die inclusief veilig enzovoort zijn. Omdat dat ook komt uit de plannen die we in dit land hebben. En als je die plannen samenvat, kom je uit op Sustainable Development Goal 11 vooral. Ja. Het democratische, dat is dat we in de wereld ongeveer zien dat er drie smaken zijn als het gaat om internet. Je hebt de collectieve smaak die in Azië is. Hè, en het ene land gaat er anders mee om dan het andere land. Net zoals trouwens in Europa dingen anders worden geïnterpreteerd. Maar dat collectivisme is wel heel erg belangrijk. In Amerika is het individualisme heel erg belangrijk. Dat is gewoon hun cultuur, dus dat zie je ook terug in hun internetoplossingen. En wij hebben een soort tussenvorm daarin,
waarbij we de groep heel erg belangrijk vinden, maar daar wel autonoom in willen zijn. Dus wij willen, onder Europese tradities, dat we vrij willen zijn in de groep en ook met respect voor mensen die wat minder hebben in die groep. De vraag is hoe je dat dan doet. En daar moeten we een ethisch debat over voeren, continu. Maar dat hebben we ook gedaan. Daar hebben we ook al eens een boekje over gemaakt. Dat is dit. Wendelijn zal even die link delen in de chat. Kunnen jullie hem ook straks downloaden? En we hebben daarin vanuit de 7 waarden van het Rathenau Instituut gewerkt aan bestuurlijke afwegingsruimte. En dat uiteindelijk ook doorvertaald in een modelverordening. En met die modelverordening krijg je dus handvatten op hoe je omgaat met je technologie in de stad. Maar hoe verandert dan technologie? Zit ik nog een beetje in de tijd? Anders ga ik nog sneller praten. Nee, dat gaat goed. Ja. Kijk, dit is de kern van deze, een excuus dat hij wat door de tekst staat. Dit is mijn clubje, Goed, toen ze nog niet in het ondertussen een eeuwoude stadion speelden. En het feit dat deze foto alleen beleefd is door de mensen die daar toen stonden of op de brug stonden, of door de fotograaf, dat is de kern van de verandering waar we in zitten. Dus een eeuw geleden, voordat al deze spullen waren uitgevonden, en telefonie was er toen nog niet in Deventer, dat durf ik wel op, wat, in ieder geval niet op dat veldje. Dus toen die foto werd genomen, was er een excessiviteit op informatie op die plek. En die is weg. En internet is daar zeg maar de ultieme vorm van dat die weg is. Dus internet is een slim netwerk, dat is belangrijk, en alles wordt ook onderdeel van dat slimme netwerk. De auto, maar ook de trein en natuurlijk de smartphone. En dus is het logisch dat ook wijken een slim netwerk worden. In dat kerkje zitten wij trouwens. Niet nu, maar normaliter wel eens, ja. Soms. En alles wordt een slim netwerk. En via dit slimme netwerk genereren we data. En dan is het de vraag, heb je het over big data of heb je het uiteindelijk gewoon over datasets? Dat is ook een soort taalkundige discussie wordt dat. Ja. En die data kan je gebruiken in planvorming. Dat is op zich ook niet heel erg nieuw, want je gebruikt altijd data in planvorming. Ja. Maar je moet nu wel weer opnieuw leren analyseren en leren toepassen en leren begrijpen en ook dat veel meer real-time doen. En een van de projecten die we doen gaat over slim besturen. Dat heet slim besturen en dat gaat over de vraag, als je nou zoveel data hebt en je hebt die data heel erg real-time, hoe pas je dat dan toe en hoe verandert dan je besluitvorming? Dus hoe verandert het werk van een wethouder of een andere bestuurder en ook van de ambtelijke ondersteuning. En dat leidt dan tot een real-time omgevingsbeleid. En dat is een soort oneindige puzzel. Nou, wat je dus ziet is dat ook de afstand tussen steden verdwijnt en dat vinden we allemaal heel, heel vanzelfsprekend. Maar het is natuurlijk heel bizar heftig wat er op dit moment gebeurt. Want we zitten... Zeg maar, wat er gebeurt is dat het begrip plaats en afstand verandert radicaal. Ja. Dat is ongelooflijk groots. En we doen allemaal maar alsof het heel normaal is. Maar het is natuurlijk niet normaal dat we zo gemakkelijk ook nu met elkaar communiceren. En dat er ook mensen bij wijze van spreken uit de andere kant van de wereld hier ingelogd konden zijn. In dit verhaal kunnen we even los van het feit dat ze ons niet kunnen verstaan. Dat maakt ons heel erg flexibel. Dat is ook heel erg bijzonder. Dat heb je afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Dan zou je denken, dan kan je ook wel op het platteland wonen. En misschien dat ook wel door de corona. Deze slide is pre-corona. Dus misschien dat dit ook wel een veel realistischer idee wordt. Ja. Waarom zou ik dan niet op het platteland gaan wonen? Dan krijg je die coronaatjes ook niet over me heen. Dit is wel hoe ze in Korea bijvoorbeeld nu over nadenken. Van, moeten we niet naar veel kleinere eenheden? Want dan hebben al natuurlijk de derde golf. De derde virus. Ja. Moeten we dat dan niet doen? Maar je zag het tot nu toe eigenlijk niet, want we zijn gewoon heel graag bij elkaar. De mens is graag bij elkaar. En het is ook wel zo dat heel veel diensten die we aanbieden ook gebaat zijn bij hoge dichtheid. De vraag is natuurlijk, als je overal kan zijn, waar ben je dan? Want je bent heel erg flexibel, je bent altijd verbonden. En dan wordt de vraag van, waar ben je dan? En dan ben je waar je het liefst zou willen zijn. In mijn geval is dat aan de goede kant van de IJssel. Dat is de andere kant. En dat is dezelfde vraag als als je alle muziek kan luisteren, welke luister je? Of als je alle hotels kan kiezen, waar ga je dan heen? Zeg maar, internet biedt ons zoveel keuze dat het heel relevant wordt, wat ga je dan doen? En we zijn altijd op zoek naar de unieke belevenis. Dat is dit trouwens niet, want dit is de bakkebrad van Parijs, bleek achteraf.
Ik ben niet genaaid door mezelf. Ja. Gefopt. Gefopt. Ja. Kapas. Ja, het was, ik dacht dat is echt een uniek Frans bakkertje, maar dat was het helemaal niet. Kijk, dit is de theorie en waar we nu mee bezig zijn bij Future City is hoe regelen we dat dan? Ja. Hoe regelen we dat bestuurskundig? Daar zei ik al wat over, dat is dat slim besturen project. Hoe regelen we het technisch? Nou, daarvoor, wij van WC1 zitten daarvoor bij Fireware. Politiek, daar hebben we al die bestuurlijke afwegingsruimte voor geformuleerd. En stedenbouwkundig, daar zijn we bezig met een city deal. En dan zal ik heel kort wat over vertellen. Dan is het verhaal ook ongeveer afgerond. Ja. Kijk, waar we op uitkwamen zijn dus deze vier ontwerpprincipes. En dat hebben we samengevat in het boek Slimme Stad, zo doe je dat. Daar zal Wendelijn denk ik ook even de link van delen in de chat. En dat kunnen jullie dan ook gratis downloaden. En daarin staat dat we een duurzame en democratische stad willen zijn. Dat is zeg maar het uitgangspunt. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch en slim netwerk. Dat vertelde ik eigenlijk al. Hè? Maar dat is dus ook een ontwerpopgave hier. En dat is ook de ontwerpopgave. Die heeft allerlei aspecten, maar ook een zwaar technisch aspect. Want je moet daar wel de spullenboel voor hebben. Ja. Dat geldt ook wel voor flexibiliteit. Dat is ook een technische opgave. Ja. Flexibiliteit is ook een ontwerpopgave, maar er zit ook altijd ethische en juridische kant aan. Uh-huh. En je moet die betekenis ontwerpen. Als je alleen maar bent waar je wil zijn, ja, dan ben ik alleen maar op mooie plekken. Dus dat is ook een ontwerpopgave. En dat is natuurlijk zo subjectief als het is. Nou, wat is dan een city deal? City deal is, jullie kunnen het lezen, maar ook op de site vinden. En een city deal is eigenlijk het innovatieinstrument binnen het programma van Agenda Stad van het ministerie van BZK. En daarin worden allerlei vragen opgelost. En wij zijn dan bezig met de vraag, hoe maak je een slimme stad? We hebben hem ook gedoopt, een slimme stad, zo doe je dat. En we focussen dus ook heel erg op de hoe-vraag. Dus we hebben gezegd, we hebben die vier ontwerpprincipes. Mm-hmm. En we gaan tooling verzamelen, ontwikkelen, testen en implementeren. En die komt dan uiteindelijk in de toolbox. En dat doen we met waarschijnlijk uiteindelijk ongeveer 40, we hebben er nu nog over 40, maar er komen nog een paar. Ja, BTG participeert er ook in. Hè? Ja, jullie staan hier. Ja. Wat hoeveel city deals zijn er nu al? Volgens mij Volgens mij zijn er een stuk of 10 afgerond en nog 15 lopend. Ja. En zoiets is het. Ja. Ja. En elke city deal is ook heel anders. Ja. Dus het is ook want stel nu dat er partners zijn of mensen zijn die na vandaag zeggen, dan Willem, Petra, Yvonne, Erik, wij zouden daar mee willen helpen. Kan dat nog? Is daar nog ruimte voor? Ja. Kunnen ze nalezen op de site van? Als je gaat naar www.citydealsslimmestad.nl, daar staat het. En ze kunnen ook mij even berichtjes sturen of in de chat. Ja. En kijk, hoe het werkt, is dat we met deze groep, kijk of ik dat dan ook, oh nee, dit was de laatste. Nee, ik had dit even niet groter gemaakt, maar dat staat op. Met deze groep gaan we samen kijken. Welke tooling hebben we nu nodig om zeg maar dit te bereiken? Want dit is een soort theorie. Ja, dat is allemaal heel, je kan alles bedenken. Het is echt een proces van co-creatie, hè? Ja, het is een proces van co-creatie waar we focussen op de hoe-vraag. Want door processen volgens mij, door het proces te snappen, krijg je echt de verandering. Ja. Door de processen te veranderen, krijg je echt de verandering. Je kan heel erg visionair blijven, je kan pilots proberen, maar dat is geen verandering. Nee. Verandering zit in dat je anders gaat gedragen, dat je in je arm gaat hoesten. Dat is een verandering. Ja. Als je kijkt naar de eerste 5 of 10 city deals die zijn geweest, Willem, zijn er al resultaten naar voren gekomen waarvan jij nu ook zegt, waar je gezien hebt, die zijn nu al de moeite waard om te delen met de groep? Of waar je zegt, nou, nee, kijk, die andere city deals gaan over hele andere onderwerpen. Dus ik heb wel een paar gekeken en sommige zijn heel interessant en andere die staan denk ik heel ver van deze groep af. Ja. Maar er is een hele interessante city deal over onderwijsontwikkeling bijvoorbeeld. Verder zijn er city deals over een grote sociale domein. Er komen nu ook city deals die heel erg met de 1,5 meter samenleving te maken hebben. Dat is een onderwerp dat nu heel snel wordt opgepakt. Maar als je dat wil weten, moet je gewoon denk ik even op die site kijken van Agenda Stad. En daar staan ze. Kijk, wat onze city deal een beetje anders maakt dan een boel andere city deals, voor zover ik het begrijp. Ik ben niet ik doe vooral mijn eigen city deal. Is dat we een hele grote groep partners hebben waar ook zeg maar dan die kennisontwikkeling is. En er ontstaat ook echt een netwerk tussen die partners. Dus daar ontstaat een verbindt, hè? Ja, het is wel, en het is ook belangrijk dat we samen die kaders bedenken, want dan hebben ze ook meteen
body, zeg maar. Ja, dus hoe meer partijen zich daar... Dan heb je gelijk draagvlak, validering vanuit de markt. Dat werkt wel zo. Ik denk niet dat, als je kijkt naar het verleden, is het niet per se de technisch beste oplossing die het wint. Het is vaak politiek en draagvlak en met elkaar daarover nadenken. En dan zorgen dat je moet dat zien te combineren. Maar het is niet alleen techniek. Nee. Het gaat, in het meest ideale geval kies je de technisch beste oplossingen. Vind je daar het juiste draagvlak bij? En dat is dan het streven wat we hebben. En wij hopen dan dat we over 2 jaar, over 2 jaar 12 van die tools hebben ontwikkeld. En er nog heel erg veel meer die al bestaan hebben verzameld. Dus we merken ook dat er heel veel tooling is die eigenlijk niet zo bekend is. Dus als er ook mensen zijn in de groep die zeggen, ik heb al lang een tool, maar niemand gebruikt hem. Ja. We gaan ook een platform ontwikkelen waar we dan, dat doen we samen met VNG onder andere en met nog een aantal andere partijen. Ja. Die daarbij willen aanhaken, waarbij we tooling gewoon gaan delen die al bestaat. Ja, mooi. Leuk. Dat is het mooi bruggetje ook naar het verhaal van Frans. En Frans is ook een van de partners in de City. Heel leuk. We zijn allemaal, allemaal partners. Ja. Zijn er vragen misschien die we voorbij hebben zien komen die we nog niet hebben beantwoord? Dan stop ik met het. Stop je met het delen? Dan heel even delen. Kijken. Dan kijk ik even of er. Zijn er natuurlijk ook linkjes gedeeld? Kijk, ik ga even een beetje naar boven. Ik zie er wat mensen die hebben. Ja, Marco zegt dat ik een lekker tempo heb. Dit was nog langzaam. Ja, maar het is ook allemaal na te lezen in het boek en dat kan je dan in je eigen tijd doen. Brigitte vraagt, sta je onder hoe mensen uit verschillende disciplines moeten gaan samenwerken, cultuur, leiderschap, gemeenschappelijke taal? Ja, daar is wel steeds meer vraag naar. Dus er is steeds meer vraag of we ook dat aspect willen aanpakken. En waar ook vraag naar is hoe borg je het politiek? Nou, dat zit al een beetje in het andere project, maar daar zie je dat die twee dingen wel verweven raken. We hebben tools, zal ik ze een beetje doornemen? Ja, leuk. Ja. En tools ook getoetst aan publieke waarden. Is de vraag van Kai. Kijk, we zijn het project duurt 3 jaar en, en het heeft verschillende snelheden. Dus in het hoofdproces gaan we nadenken over waar moeten tools aan voldoen. Uh-huh. Dus we zijn nu aan het nadenken wat betekent. De tools moeten natuurlijk democratisch zijn, want dat is het uitgangspunt. Ja. En de tools moeten ook haalbaar, schaalbaar en deelbaar zijn. Ja. En we moeten wel van tevoren dus bedenken wat dat is. Ja. Dus we zijn nu met de groep aan het bedenken, we hebben al een paar bijeenkomsten voor gehad, van wat betekent haalbaar, schaalbaar, deelbaar. En dat proces zijn we mee bezig. En ook hoe meet je of iets democratisch is. Ja. Dus dat moet natuurlijk smart in de zin van die afkorting zijn. En dat zijn dan die publieke waarden. Zullen we nog één vraag pakken voor de waarde? Even kijken. Zie je risico's door mogelijk genoemde bezuinigingen? Dat is altijd een risico. Toch? Dat is sowieso. Ik weet niet of dat inherent is aan de periode van nu. Nee, ik zie risico's en kansen in de huidige. Het landschap is natuurlijk wel veranderd. Ja. Dat is logisch. Maar of dat een risico is van nu? Gemeentelijke uitgaven liggen altijd onder de microscoop. Dus ik weet niet of dat nu in het post-corona-netwerk tijdperk daar nu meer aandacht voor geeft. Ja, dat weet ik. Nee, dus ik vind dat een moeilijke vraag. Ja, het heeft voor. Het is natuurlijk een verschrikkelijke bende. Maar daar moeten we maar mee weer zien te dealen. Ja, dit is. Zullen we heel even kijken of Frans Jorna ergens digitaal online is? Ik zie Frans wel. Ik zie Frans wel. Oh, okay. Frans, zouden we. Frans. Ja. We zien jou nog niet. Jij bent als enige die ook naast ons ook jouw camera en microfoon mag aandoen, dat begrijpen wij. We zien de MI in beeld, maar misschien moet Meerte even uit. Frans, zeg eens wat. Hoor je mij? Nu? We horen jou wel, maar we zien je nog niet. Ja, heel goed. Ja, zo kennen we je. We zien je nu heel goed. Dit vind ik heel fijn. Ik heb het. Het is wel schrikkelijk. Frans. Frans, zie je ons ook? Ik zie jullie heel goed. Ja. Althans, ik zie jou niet, Petra. Ik zie alleen Jan-Willem. Maar als wij wat zeggen, dan volgens mij lukt dat. Ja.
Hey, kijk eens even. Dat is goed. Dankjewel. Goedemiddag. 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 Frans, voor degenen die jou niet kennen, die zijn aangelogd, dat zijn er nogal wat. Zou jij je kort nog even kunnen voorstellen en met name ook even inzoomen op jouw rol binnen de gemeente Almere? Oké, Frans Jorna, concerndirecteur Digitale Stad en Innovatie in Almere. 210.000 inwoners, de jongste stad van Nederland. Ja, en precies tussen het tafellaken van de grote vijf en het vet van de andere 40. Maar die positie die bevalt ons prima. Ja. Ik hoorde net even een mooi bruggetje naar het verhaal van Jan-Willem, dat gemeente Almere ook onderdeel is van een van de citydeals. Is dat iets waar we het kort even over kunnen hebben, over wat dat inhoudt voor jou? Hoor je ons nog goed, Frans? Frans, hoor je mij nog goed? Nou ja, kijk wat het inhoudt. Ja, ik hoor jou heel goed. Ja. Hoor je mij? Ja, ik hoor jou ook. Oké. Vertraging, sorry. Kijk, het laatste stukje was wel interessant. Wat het inhoudt. Volgens mij zijn we samen nog aan het ontdekken wat het inhoudt. Dus ik heb het proces van het maken van de citydeal meegemaakt. En voor ons is de citydeal van belang. Omdat we daar bouwstenen uit krijgen die, zoals net zo mooi gezegd werd, interoperabel zijn, schaalbaar zijn en deelbaar zijn. Schaalbaar naar andere delen van de stad. Interoperabel, dat datgene wat we in de buitenruimte doen, moet aansluiten op het energiemanagement van nieuwe gebouwen. Gebruik moet maken van koppervlakken die elders al gebruikt worden. We kunnen niet alles zelf uitvinden. In die zin is voor ons de CD-deal heel interessant. Dat het een verband is van steden, van leveranciers, van oplossingdenkers. Daarom zitten jullie er ook. Fijn dat je er bent, Petra. Goed zo. En mooi ingebed in een internationaal netwerk. En dat is precies het ecosysteem wat we nodig hebben. Want wij kunnen ons niet de luxe veroorloven om allerlei oplossingen zelf te gaan ontwikkelen. Daar zijn we toch echt te klein voor en daar gaat het te snel voor. Maar vooral dat ecosysteem is voor ons cruciaal. Ja. En dat doe je niet als één stad alleen, dat doe je als meerdere steden samen. Ja, dan blijkt dat Jan-Willem een hele natuurlijke centrum is in een netwerk van allerlei interessante partners. En dan komt hij met een voorstel citydeal. Dan zeggen we, nou ja, natuurlijk doen we mee. Ja. Wat dan helpt, is dat er aan de ene kant vertrokken wordt vanuit mensen maken de stad, wat voor ons cruciaal is. En aan de andere kant er wel een hele praktische maakoptiek in zit. Waarbij wij groeien de komende jaren door van 210.000 naar 350.000, 400.000. Ja. We hebben een floriade over 2,5 jaar. Ik zie Bert Krikke in beeld, de Chief Development Officer van de floriade. Voor ons is juist dat maken aan, dat knutselen aan de stad, is cruciaal. En dat zit in het netwerk gewoon heel erg in. Het is een pragmatisch netwerk. Ja. Het is permanent data. Dat bevalt ons ontzettend. Mooi. We zijn vandaag fysiek in Woerden bij elkaar, zoals je ziet, op een coronaproof omgeving, Frans. Aan het begin van deze setting is er een samenwerking getekend tussen de Future City Foundation en de BTG. Waar bestuurlijk en solution partners vaak een aanbod in een co-creatie elkaar ontmoeten. Je bent een van de eerste die wij spreken nu dat huwelijk is beklonken. Hebben ze jullie zegen? Nou ja, het feit dat aan beide kanten van de tafel mensen zitten die ik professioneel en ook gewoon als kennis lief heb. Jazeker. Kijk, voor mij de verbinding tussen de BTG met het krachtigste netwerk van daadwerkelijk dienstverleners op ons vlak, wat ik ken aan de ene kant. De citydeal, de Future City Foundation, als een netwerk van praktische kennisontwikkelaars. Een verbinding van steden en makers aan de andere kant. Is denk ik iets wat een heel krachtig ecosysteem voor ons kan zijn. Ja. Ja.
Ik zie in ieder geval dat de zegen is gegeven. Het voelt echt lekker. Ja, ja, normaliter zou je al willen, denk ik, mij nu een knuffel geven, maar dat moet ik even wel. Ja. Frans, je zit in Almere hiervoor in Utrecht. En een van de onderwerpen die natuurlijk nadrukkelijk op tafel ligt, is juist de bestuurlijke complexiteit van het adopteren van innovatie in steden. Nou, dat is denk ik, dat domineert op dit moment jouw agenda in een kolk van emotie, ook met een project. En ik zie jou lachen. Welke lessons learned, welk krachtenveld, wat zou je daarover willen delen op dit moment waar je kan vanuit je rol, wat jouw rol zo boeiend maakt? Nou ja, er is er één, dat is misschien ook wel een oproep aan jullie. Natuurlijk, weet je, datgene waarover je kunt praten, daar moet je over praten. Dus breng dit onderwerp naar de gemeenteraden, maak het hanteerbaar. Maak de keuzes die er te maken zijn centraal. Spreek geen holle woorden met allerlei hele mooie beloftes. Maak duidelijk dat je vanuit een lokaal ecosysteem iets aan het maken bent. En dan kan de politieke waan van de dag veranderen, maar die oriëntatie op inwoners en het samen maken van dingen met inwoners en met jonge mensen die die een opleiding volgen. Ja. Dat is van alle tijden. Dus zoek die inwoners op, zoek die jonge mensen op die eigenlijk elke dag de stad maken. En in het ecosysteem van leveranciers aan de ene kant, dienstenleveranciers en praktische kennismakers aan de andere kant, mis ik nog wel gewoon de vereniging, de kring van makers, van praktische mensen die uiteindelijk de toetssteen zijn. Je maakt geen slimme oplossingen voor mensen zonder mensen. Dat geloof ik echt niet in. Praktisanten eigenlijk. Ja, mooi. Ik kijk heel even naar Willem of er vragen zijn binnengekomen tijdens ons eerste gesprek. Ja, en het is wel aardig om even te reageren op wat Frans zegt over die bestuurlijke, zeg maar dat debat wat je eigenlijk, waar jij op aanspeelt. Wat een bijeffect is, wat we niet helemaal, wat ik tenminste niet van tevoren helemaal had bedacht toen we aan die City Deal begonnen, maar dat geldt eigenlijk wel voor meer. Dat is wel onderdeel van het proces, Frans Suiker, het is redelijk agile allemaal. Is dat nu eigenlijk heel veel bestuurders moeten die City Deal tekenen. Dus er ontstaat ook vanuit die City Deal natuurlijk een debat in verschillende gemeenteraden over wat gaan we dan tekenen met elkaar. Ja. Ja. En we willen dat ook echt aangrijpen om het gesprek aan te gaan met die bestuurders van waar hebben we het eigenlijk over, hè? Wat betekent die verandering? Ja. Er zijn ook vragen. Ja. Er is een vraag van Marco Derksen. Wie doen er mee aan de City Deal? En ik zou dat even kunnen delen, dan kunnen jullie dat allemaal even zien. Even kijken of dat lukt. Dan zet ik dat even in beeld en dan kan ik daar ook wat over vertellen. Even kijken of dat dan kan. Even zoeken. Dit is allemaal technisch natuurlijk wel. Dit wordt echt een hoogstandje. Ik kan dat zeggen, dit is een hoogstandje. Ja. Terwijl Jan Willem dat doet. Yvonne, heb je nog iets van aanvulling op wat Frans zegt? Ook bestuurders, ook de ervaring die hij heeft en ook hoe hij natuurlijk vanuit zijn rol is bezig is op dit moment in Almere. Hoe herken jij dat in andere steden, Yvonne? Ja, en wat ik fijn vind, ik vind het heel fijn om te horen dat Frans dat ook uitdraagt. Ja. Een van de dingen die ik ook als politiek bestuurder belangrijk vind, is dat we langzaam aanvaren op nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ja. En het zou mijn liefde ding waard zijn als zometeen bij de samenstelling van nieuwe colleges en de collegeprogramma's het inzicht in wat het betekent om een digitale samenleving te zijn ook daadwerkelijk invulling gegeven wordt. En dat wat wij met elkaar aan het doen zijn, hè, het platform bieden om de goede discussies daarover te voeren, dat moet gaan bijdragen aan dat besef. Ja. Dus ik ben heel blij met de opmerkingen van Frans. En dat is ook de relevantie van het proces bij gang gezet hebben. Van probeer zoveel mogelijk bestuurders daaraan deel te laten nemen. Zodat het inzicht in de relevantie van dit onderwerp meegenomen wordt in hele belangrijke beslissingen die straks voor de toekomst genomen worden. Ja.
Ik zou heel even kort dit toelichten en dan doe ik hem namelijk weer uit. Dan zien we elkaar weer. En dit zijn de partners die nu hebben die 100% meedoen. We zijn nog met een aantal in gesprek. Daar zit onder andere een waterschap ook bij. Mm-hmm. We zijn ook in gesprek met een aantal opleidingen. Want die zitten ook allemaal thuis. Dus dat gaat allemaal wat trager nu, die wereld. En wat werd er nog meer gevraagd? De politie zijn we in gesprek geweest. Maar die kijken het nog even van afstand aan. En die zit ook in een andere city deal. Mm-hmm. Meer over veiligheid. Of veiligheid en smart, zeg maar. Ja. Dus maar wat je hier ziet is, het is een vrij breed netwerk van steden en bedrijven die deze verandering relevant vinden. En jullie dus ook. En die moeten we weer uitkrijgen. Ja. Frans, ga ik even terug naar jou weer. We zitten natuurlijk in een hectisch moment van Nederland, van een post-corona tijdperk waar Nederland naar snakt, waar de mens naar snakt, waar steden met hun ondernemers ook in een lastig pakket zitten de komende tijd. Hoeveel effect heeft dit op dit moment op jouw herijking van jouw eigen strategie rondom jouw digitale stad? Nou ja, weet je, als allereerst enorm. Wij hebben vanochtend met de concerndirectie gekeken naar de financiële keuzes waarvoor we de komende 4-5 maanden staan. Waar wij over anderhalve maand als leiding, ambtelijke leiding van de gemeente, daar eigenlijk goed staan moeten hebben liggen. Duidelijk is dat al die gemeenten financiën in zwaar weer raken. En dat het er heel erg op aankomt, nu we allemaal thuis werken en ook een aantal dingen gewoon stilvallen in de samenleving, op een aantal punten in brand staat. Dat je kijkt van, kan je nou reëel de komende anderhalf, twee jaar doen? Wat is je taak? Wat is je rol? Ja. Dat is één. Dus die nijp in de financiën die in de chat voorbij komt, die voel ik. Ja. De tweede is dat waar wij hier over spreken nooit relevanter is geweest dan nu. Ja. Ik heb 2 jaar aan dingen getrokken die 10 weken geleden binnen 2 dagen geregeld waren. Het belang van connectiviteit hoef je niemand meer uit te leggen. In een hoog tempo worden allerlei oplossingen ontwikkeld, samen met inwoners. En we hebben een maatschappelijk debat over de adoptie van technologie. Datgene wat heel lastig, heel lang die gemeenteraden was in te brengen. Ja. We doen er meer toe dan ooit. De tijd van spielerij is wel voorbij. Ja. Dus dat je daadwerkelijk in maakprocessen zit en dat je ook laat zien wat je unieke toegevoegde waarde is op wat er al is. En dat je verantwoording aflegt. En dat je niet een hele grote broek aantrekt aan de voorkant. Die is duidelijk. Ik ga komende vrijdag wandelen met mijn... eindelijk wandelen met mijn programmamanager Digitale Stad. Ja. En Benjamin, die 15 april begon. Voor het eerst sinds die tijd dat we elkaar zien. En dan is het wel zaak om zowel qua prioriteit als financieel... de zaak heel erg goed tegen het licht te houden. Ja. Echt midden volgende week die nieuwe strategie gewoon neergelegd moeten hebben. Ja. Dat gebeurt niet alleen bij ons, dat gebeurt in al die andere steden ook. Ik zat gisteravond in een call met zo'n 40 steden voor heel Europa, tot in Zuid-Amerika en Japan aan toe. Op dit moment. Ja. Dus juist dan moet je op elkaar aansluiten. Ja, wat wel een interessante aanvulling is, denk ik, op wat Frans zegt, is we hadden een paar weken geleden een lezing van Jong-Soon, als mijn Koreaans goed is, Jong-Soon Wang uit een van de masterplanner van een Koreaanse smart city, Busan. En interessante lezing om nog even terug te kijken trouwens, omdat wat hij zegt is dat we ook op een moment zijn waarin misschien het... Kijk, wat we er nu toe hebben gedaan is heel erg het digitaliseren van de bestaande stad. Dus eigenlijk hebben we gezegd van... Wat er bestaat, dat bestaat en dat maken we dan digitaal. En hij zegt van we gaan nu naar de vraag van wat is nou de nieuwe stedenbouw? Dus hoe wordt een stad? En ik denk dat dit moment ons wel helpt om te beseffen dat we... En dat is wat een initiële revolutie ook doet. En dat is wat Carlota Perez ook zegt in haar onderzoeken. En we zitten denk ik nu op dat kantelpunt dat we... Ja, dat we daar een beetje voorbij komen. Dat we zeggen, we leven dus in een nieuwe tijd en die vraagt dan om nieuwe steden. En dat klinkt heel hoog over en heel groot, maar als je het dus begrijpt, dan ga je dus andere keuzes maken voortaan. Ja, begrijp ik. Jan-Willem, wat ik daar dan op zou willen aanvullen is stedenbouw.
Mensen maken de stad elke dag. Datgene wat onze vuilnismannen doen. De duizenden vragen die nu per dag binnenkomen bij de callcenters en de balies. De innovaties die we doen om de stad schoon, heel en veilig te houden. Dat is waar de stappen nu gebeuren. Dus stedenbouw, een stad wordt elke dag een beetje door al die 210.000 inwoners gemaakt. En dat is eigenlijk gewoon waar ik die digitale transformatie aan zou willen bieden. Als een platform om de stad mooier, heler, schoner, veiliger, gelukkiger, gezonder te maken. Door die inwoners zelf. Ja, en nu zien we nu ook, voordat ik even het woord geef, Peter Frans, dat sommige innovatie die we natuurlijk nu zien in steden, dat die door deze crisis in één keer versneld ook bestuurlijk geaccordeerd worden en dat er gebruik wordt gemaakt van deze crisis wel degelijk om een stuk verandering door te voeren in steden. En dat is niet misbruik maken van, dat is gebruik maken van de situatie, volgens mij. En dat ICT-tech ondernemers, hè, zoals die verenigd zijn onder andere in de BTG, dat die zich verbinden met die steden. Ja. Ik zie plotseling dat het zo duidelijk groeien. Nou ja, dat is echt heel duidelijk. Ja. Ik geef even het woord aan Peter. Ja, ik zoom even in ook op de vraag van hoe kunnen we dat nog allemaal samen beter doen. Erik en ik hebben gisteren besloten om ook te kijken naar de verkiezingsprogramma's van allerlei politieke partijen. Daar hebben we gisteren iemand opgezet om te kijken wat staat er op de agenda van de bepaalde partijen op het gebied van ICT en telecom. En, staat het er überhaupt op? Staat het er überhaupt op? Om dan ook nog beter in te kunnen zoomen op die vraag vanuit de markt. Om nog beter in te kunnen zoomen op datgene wat die steden nodig hebben. Daar is eigenlijk ons hele beleid op dit moment ook op gericht. Om dat meer boven tafel te krijgen. Ja. En dan moet je weten waar die partijen naar aan denken. Ja. Maar ook van de andere kant uit. We zitten ook vanuit de andere invalshoek bij de een tijdelijke commissie voor de digitale toekomst van Nederland. En dan merk je ook in die discussies dat het heel erg belangrijk is om partijen samen te verbinden. Hè, we waren onlangs bij jou, Frans, met een aantal van onze partners erbij. Hoe kunnen we dan, dat vond ik zo'n mooi voorbeeld met de namen die ik ook genoemd heb uit die Smart City groep van ons. Hoe kom je nou samen tot oplossingen? Hoe kun je dan vanuit die co-creatie, vanuit die aanvullende werking, hoe kun je dan samen dingen oppakken? Ja. Wij vinden dat wel heel fijn om dat te mogen doen. Ja. En als we weten wat die verkiezingsprogramma's inhouden of niet inhouden, kun je ook je best doen dat de ICT en telecom wel op de agenda komt, waar het nou nog niet op staat. Ja. Hele mooie toevoeging. Bijna raakt bijna je maatschappelijke verantwoordelijkheid als beide verenigingen. Ja. Om te zorgen dat die agenda ook gevuld wordt bij de bestuurders. Ja. Ik ga altijd even kijken naar Jan-Willem. Of er nog andere vragen zijn die wij vergeten zijn. Ik vind het jammer als jij interessante vragen van ze te kijken. Pak er maar een uit die leuke zorg, Willem. Ja, ik blader. Er wordt veel gedeeld nog. Of er met elkaar wordt gelinkt, weet ik natuurlijk niet. Want mensen met elkaar doen, dat is aan mensen zelf. De vraag is of waarom de politie niet meedoet. Nou, die hebben dus een eigen city deal heel erg over dat over die veiligheidsvragen. Het is wel logisch dat we kijken hoe we daarmee kunnen samenwerken, vind ik trouwens. Ja, daar kunnen we vanuit de BTG ook iets aan doen. Hè? Ah, dat is fijn. De Nederlandse politie is namelijk ook lid van ons en de justitie en veiligheid ook. Dus ja, wij dat kunnen dat. Dat is wel weer een mooie, leerpunt alweer van deze woensdag. De vraag is... Ja. Aanvullingen. Een aantal van jullie leden werkt met de politie samen. Dus vanuit de optiek van steden en kennisinstituten bekeken, maken we hier in de city een heel specifiek koppelstukje. Wat past op dingen die we met de politie maken. Dus het is ook van onderaf juist zaak om dat landschap denk ik in kaart te brengen. Ja, interessant. Ja. We zitten ook nu op dat punt om zeg maar die hele... Een beetje naar infrastructuur voor te bouwen. Ja. Wat gevraagd of mensen het webinar mogen gebruiken ergens anders voor. Ja, natuurlijk. Even kijken, zit er verder nog een vraag? Dit is wel een interessante van Brigitte. Het zou mooi zijn als ontwikkelaars ook digitale infra als vanzelfsprekend meenemen. Net als alle infra en of dat al gebeurt. Dus een van de dingen die we volgens mij met elkaar moeten bedenken is wat is nou daarin ook het nieuwe normaal? Dus als je nou een huis koopt, wat zit daar dan bij wijze van spreken standaard in? Als je een gebouw... Dus wat ik interessant vind, als dus alles met elkaar verbonden is,
dat leidt dus tot een andere online vraag op een heel hoogschaalniveau, maar uiteindelijk ook in je meterkast. Dus, ja. En ik denk dat toch lang niet iedereen dat, zich dat goed beseft. Dus dat moeten we dan met elkaar uitzoeken. Ja. Even kijken. Mag ik er nog één aanvullen die ik zag? Ja, natuurlijk. Peter Brecht. We kijken allemaal als konijnen de koplampen van corona. We onderscheiden inmiddels gewoon in bijna al onze steden, noem het verschillend, maar korte termijn maatregelen corona, schokdempers, nu zorgen we ervoor dat we effect op de stad dempen letterlijk. Maar juist ook gewoon het je voorbereiden, het oppakken van lange termijn herstel, waarbij die stad echt anders zal zijn. Wat doe je, kun je nu doen om ervoor te zorgen dat je straks beter aan de slag kunt gaan? Ik zie de samenwerking ook heel erg schokdemper. En ons juist voorbereiden op wat hierna komt. Ja. Heel goed. Ja, interessant. Ja, maar dat zou dus ook betekenen dat er een ander dialoog, of in ieder geval wat Yvonne zei, dat die bestuurlijke adressering ook daadwerkelijk nu wordt doorgepakt. Waar Jan Willem waar eigenlijk zei van daar zouden we iets voor kunnen organiseren. Nou ja, tot nu toe, als je dit verhaal ook op meer plekken, ook bij gemeenteraden, en dan zie je gewoon dat bestuurders, maar sowieso iedereen, hè? Ja. Dat zie je gewoon heel breed, is dat er gewoon een hele grote groep nog zich onbewust onbekwaam is in deze discussie. Ja. En dat proberen we te veranderen. Ja. Dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij. En ja. Je wil gewoon dat mensen eerst bewust onbekwaam worden en het liefst natuurlijk bewust bekwaam. Ja. En ik verwacht echt niet van bestuurders dat ze gewoon alles technisch weten. Maar je verwacht toch van een bestuurder bijvoorbeeld wel dat hij weet wat een boom is. Niet per se dat hij soorten herkent, maar wel dat hij weet dat een boom is. Nou, als we op dat level uitkomen, als het om dit onderwerp gaat, dat ze gewoon de belangrijke dingen snappen. Dat ze weten wat de algoritme is, dat ze weten dat je kabels en leidingen moet aanleggen. Dat ze een beetje een basis. Helpen, ja, dat moeten we, moeten we voor elkaar krijgen. We gaan dat spoorboekje maken. Ik wil het misschien even omdraaien. Bestuurders en raadsleden zijn hartstikke slim. Dus vraagstukken waar wij tegenaan lopen, daar lopen zij in het managen en het werken aan steden eigenlijk honderden jaren tegenaan. Dus er is een andere taak voor ontwikkeld. Dus het is ook wel aan ons om wat hier nu gebeurt, hoe die technologie eruit ziet, om dat begrijpelijk te maken. Ik vind het ook een beetje in geheimtaal. Ja, nee, ik vind het fijn dat je dat aanvult, want ik vind het ook geen... Het is ook geen verwijt of zo. Het is gewoon... constatering. Ja, het is gewoon een constatering dat. Ja, het is fijn als we daaraan kunnen werken. Ja. En daarmee wordt het ook gewoon normaal. En dan wordt het ook net zo ingewikkeld als een heleboel andere dingen ingewikkeld zijn waar ze nu mee bezig zijn. Ja. Een van de mooie voorbeelden, Frans, van jou van gisteravond is volgens mij dat je ook deze kans en tijd benut om veel met internationale steden ook samen te werken. Ik zag gisteravond nog een quote van jou op een stad, volgens mij in Zweden, die een vrij uitgebreid dataprogramma hadden uitgerold waar je naar kijkt. Dus ik merk ook wel in jouw communicatie, je bent ook heel actief op social media, dat de wereld door corona ook online is natuurlijk wel heel overzichtelijk geworden. We kunnen bijna iedereen aanraken in de week. Dat is heel bijzonder. Ja. De grap is, normaal gesproken deden we heel moeilijk en dan gingen we elkaar opzoeken. Ja. En dat had een allerlei voet in de aarde. En nu kun je, doordat je dat niet meer kunt doen, gek genoeg, elkaar veel sneller, veel makkelijker even opzoeken. Dit was het voorbeeld van Helsinki die een personal data manager had gemaakt. Waarbij je als je als inwoner van een van de steden die hiermee werkt, van de ene naar de andere stad verhuist. Dan kun je je data manager gewoon meenemen zonder dat je privacy geschonden wordt. Ja. Je wel alle gebruikersrechten behouden die je hebt. Ja, weet je, dat is een hele praktische oplossing die ons helpt. Ja, mooi. Het is 16:30. Ik ben altijd wel van de tijd. Ja, dat heb je goed. Fantastisch, hè? Belangrijk. Namens Yvonne, Jan Willem, Erik en Petra, Frans wilden wij jou bedanken voor je tijd. Ja. We hebben een flesje wijn onder de tafel, Frans. Ja, komt jouw tijd. Namens de BTG en de Future City Foundation voor alle toeluisteren, dank voor je tijd. Blijf thuis en blijf gezond en tot snel. Tot ziens. Doei. Dag allemaal. Dank, hè. Hey, leuk, Frans.
Ja, nou leuk je dat te zien. Met,